Goedendag dames en heren, het is weer een tijd geleden dat ik een update in het Nederlands heb gegeven, dus mijn spijt daarvoor, maar probeer bij deze een beetje goed te maken. Korte update, misschien volgende week of eind van de week wat langer. Even, hoe gaat het met de stand van zaken wat betreft corona op het eiland? Misschien gedurende de laatste dagen zijn er, alhoewel de aantal testen die binnen zijn gekomen op redelijk niveau zijn, heeft u kunnen waarnemen dat het aantal nieuwe positieve gevallen minder was. Dat is een goed teken, maar ik moet waarschuwen dat het veel te vroeg is om te juichen en te schreeuwen. Dat kan ook nog steeds toeval zijn dat het toevallig deze twee dagen zo was. Je moet naar een trend kijken van wat langere tijd, dus voordat we al te vroegtijdig gaan juichen, laten we even pas op de plaats maken. Hopelijk gaat het wel zo door, maar het hangt ook heel erg veel af van ons eigen gedrag. Laat me daar iets over zeggen. We weten dat het moeilijk is als mensen bijvoorbeeld positief testen. Dan heeft men de vraag van, ja, maar ik voel me niks. Ik ben goed. Ik heb geen enkele symptomen. Dus je kunt wel zeggen dat ik positief ben, maar ik ben goed. Dus ik zie geen reden waarom ik thuis moet blijven. En zeker zie ik geen reden waarom mijn familie thuis moet blijven. Want die zijn in quarantaine gezet. Maar ik ben goed, zij zijn helemaal goed. Dus waarom moet dat? En we gaan het toch uit. En mensen doen dat. En dat gedrag is begrijpelijk. Maar er is iets aan de hand en we moeten dat begrijpen. Kijk, wij zijn wederom, en ik herhaal, we zijn niet zo bang van de ziekte. 80-90% van de mensen die de ziekte krijgen, die geïnfecteerd worden met COVID, die hebben helemaal geen ernstige klachten. Meer dan 50% heeft helemaal geen klachten. Of weinig klachten. Klachten waarbij ze zelf niet eens stilstaan dat ze misschien ziek kunnen zijn. Maar 10-20% kan wel ernstig ziek worden. En dat zijn meestal mensen die risicofactoren hebben. Mensen van een wat oudere leeftijd, mensen die chronische ziektes hebben, die suikerziekte hebben, die hart-vaatproblemen hebben, die nieuwe ziektes hebben, etc. Noemt u maar op. Mensen die kanker hebben. Mensen die een andere aandoening hebben waardoor hun weerstand verlaagd wordt. Nou, dat zijn de mensen die iets meer risico lopen dat ze wat ernstiger aandoening hebben. Dat zijn niet hun uitsluitend. Ook mensen die dit niet hebben, die kunnen ook ernstige ziekte hebben. Maar dat is de kans dat je ernstiger ziek wordt is groter bij die risicogroep. Hoe het ook zij, deze groep, al is het maar 10-20%, ik zeg maar tussen aanhalingstekens, als er heel veel mensen tegelijk ziek zijn, dan is die groep wordt dan te groot. Te groot voor onze zorgcapaciteit. En daarmee heb je niet alleen maar deze mensen te pakken, maar je hebt ons allemaal te pakken. Omdat als die zorgcapaciteit overstegen wordt door een toename van mensen die vanwege COVID behandeld moeten worden in het ziekenhuis, of vanwege COVID in het intensive care komen te liggen, dan betekent dat noodzakelijkerwijs dat er minder capaciteit is om de reguliere dingen in het ziekenhuis te doen en de reguliere dingen in intensive care te kunnen opnemen. En daarmee loop je een groter risico voor ons allemaal. Dus dat is eigenlijk het hele eieren eten. Wij nemen deze maatregelen omdat wij daarop moeten focussen dat we niet ons allemaal te pakken gaan nemen als we het uit de hand laten lopen. Vandaar die maatregelen en de belangrijkste maatregelen die zijn nog altijd gebaseerd op afstand houden. Zeker mensen waarvan je niet weet, mensen kunnen elkaar besmetten zonder dat ze zichzelf zelf ziek zijn, zonder dat ze symptomen hebben. Dat geldt dus voor die groep die denkt van waarom moet ik binnenblijven? Ik heb niks. Je hebt niks, je voelt niks, je bent wel positief. En je kunt wel bijdragen aan de verspreiding van de ziekte. Zo ook je familie. Je hebt ze ziek kunnen maken. Ze kunnen in het begin ook niet weten dat ze ziek zijn, maar die maken andere mensen misschien wel ziek. En dan komen de problemen als je toch gaat rondlopen, als je toch niet houdt aan de regels. Samen een beroep op u, als u positief heeft getest, blijf alsjeblieft binnen. Degene, wij in samenspraak, soms met de huisarts, soms rechtstreeks met u, wij maken samen een afspraak met u wanneer we denken dat het klaar is en wanneer u wel weer de huis uitkomt. Voor die tijd, alsjeblieft, houd zich aan de regels, blijf binnen. Als je ziek bent, geïsoleerd, zoveel als mogelijk binnen je eigen kamer, alleen maar naar buiten komen als het echt moet, als je naar het toilet moet, als je naar de keuken even moet. En dan, zeker als er andere mensen thuis zijn, mondkapje op. Anderen die thuis zijn, in quarantaine, die close contact zijn, ook thuis blijven. Niet naar buiten gaan. De reden daarvoor is, zoals eerder uitgelegd, dat zijn de dingen die wij kunnen doen om te voorkomen dat het verder verspreidt. Is van belang.
Dus gaarne een beroep op u. Ik heb het wel vaker gezegd, maar dat is belangrijk. Ik wil u ook iets vertellen over het probleem dat zich voordoet. Dat mensen zich afvragen, waar is de logica nou met maatregelen die getroffen worden door de overheid en het opengaan voor grenzen van landen die gedacht wordt dat ze heel ernstig eraan toe zijn en dat er is geen verhouding meer in. En het lijkt erop alsof het zomaar is een willekeur. Er is geen willekeur. Die landenlijst die wordt vastgesteld volgens een patroon, maar ik zal u in een aparte video daar iets over vertellen. Maar waar het om gaat is dat er wel degelijk een balans is. Aan de ene kant, waar we altijd zeggen, probeer, we moeten leren omgaan met COVID. We moeten ook de economie laten draaien. Dat is niet sec vanuit een economisch perspectief, die economisch perspectief en gezondheidsperspectief. Wat bedoel ik daarmee? We weten dat als de economie niet draait, als mensen hun banen gaan verliezen, als mensen geen geld hebben om hun families te verzorgen, als mensen niet genoeg middelen hebben om een normaal dieet te kunnen hanteren, et cetera. Dat allemaal effect heeft, niet alleen op de mentale gezondheid, maar ook de fysieke gezondheid. Dus het is ook een gezondheidsprobleem. Het is een public health issue. En daarom moeten we die maatregelen zodanig nemen dat het niet al te groot impact heeft op de economie en dat we alsnog de economie kunnen laten draaien. Maar waar focussen we dan wel op? Op dingen die het gedrag beïnvloeden. Op dingen die beïnvloeden die afstanden waar wij het net over hebben gehad, die afstanden tussen elkaar, dat moet toch geprobeerd worden om die afstanden in te bouwen om te voorkomen dat die wijdverspreide transmissie weer terugkomt. De maatregelen zijn ook met name daarop gericht. Vandaar die avondklok. Vandaar het richten op de avondelijke aspecten, het bij elkaar komen, het muziek. Niet leuk dat we dat doen. We vinden het ook niet leuk. Maar het moet even om die transmissie te bedalen. Want anders hebben we een probleem. En als het beter gaat, dan komen we in een vaarwater terecht waarin we wel kunnen denken dat we meer kunnen relaxen met de maatregelen. Maar tot die tijd is dit even nodig, totdat we het inderdaad beter kunnen gaan krijgen. Nou, hoe zit het nou met mensen die van landen komen die dan wat meer transmissie hebben dan wij? Als wij PCR-tests vooraf doen, dan denken we dat we meer daarmee weghalen aan risico dan wat eerst werd gedacht. Dat is nummer 1. Nummer 2. De maatregelen, het gaat er niet om dat je mensen van buitenaf binnen laat komen. Je probeert die risico's te minderen door een PCR-test vooraf te eisen. Maar ten tweede, de maatregelen die wij hier te landen nemen, die gelden ook voor hen. Het gaat om het gedrag. Of je nou van buiten komt of hier woont, het gaat om het gedrag. En hoe moeten we in ieder geval zorgen, zeker als we het niet weten, risicovolle omstandigheden proberen te vermijden. Daarom grote groepen bij elkaar, liever niet. Dingen die dat uitlokken, even dimmen. Dat is wat wij doen. Het is niet een tegenspraak. We laten dingen opengaan om de economie drijvende te houden. Maar proberen juist die evenementen waarbij die agglomeraties plaatsvinden, om die te vermijden. Of je nou toerist bent of geen toerist bent, dat maakt niks uit. Het derde wat ik met u wil bespreken is, het gaat goed in onze naburige eilanden. Het gaat goed op Bonaire, het gaat goed op Aruba. Wat Bonaire betreft waren wij altijd open. We hebben geen restricties gehad voor Bonaire. Maar voor Aruba hadden we dat wel. Dat is laatstelijk weggenomen in de zin van dat er alleen een PCR moest vooraf en geen quarantaine. Maar met onze collega's op Aruba hebben we erover gehad dat de risico's op beide eilanden zowat hetzelfde zijn. Het is een gunstige ontwikkeling op Aruba. Hopelijk gaat het hier ook beter. En als we dat nu inschatten, dan zijn die risico's gelijk. En dan kunnen we elkaar beschouwen als één bubbel. Dus de bedoeling is om per aanstaande vrijdag gezamenlijk, Aruba doet dat van hun kant ook en wij ook, dat die laatste restrictie, te weten die PCR, er ook afgaat en dat wij vrijelijk kunnen bewegen tussen Aruba en Curaçao. Dus we hopen dat gezamenlijk te kunnen aankondigen aanstaande vrijdag. Ik laat het voor deze keer even bij deze en kom later in de week of begin volgende week weer bij u terug. Heb een goede dag. Dank u wel.